In het kader van het trainen van de executieve vaardigheden ga ik met de kinderen ook kijken. Een stukje zelfreflectie, wat hebben ze geleerd, waar zijn ze mee bezig, wat is hun rol erin. En dat is natuurlijk uitstekend te combineren met rapportgesprekken die ik met ouders ga doen. Waarbij ik de kinderen wil betrekken. Dus de kinderen die worden door hun ouders volgende week uit de klas gehaald. En die gaan dan zelf iets vertellen over waar ze mee bezig zijn geweest de afgelopen half jaar bij mijn leergroep. De kinderen zijn nu aan het samenvatten voor zichzelf van wat wil ik gaan vertellen. En ik heb ook met ze over gehad, ja, het is natuurlijk niet alleen maar opnoemen welk project we hebben gedaan, maar ook van wat is jouw rol erin geweest, wat heb je erbij geleerd. En ik zal eens laten zien, ze zijn nu druk bezig met het maken van hun eigen voorbereiding van hun eigen rapportgesprek, eigen kind, oude kindgesprek. En misschien dat er wel even wat kinderen iets kunnen vertellen over wat ze hebben opgeschreven. Julian, wil jij iets vertellen wat je hebt opgeschreven? Nee. Wat heb je opgeschreven, je plaatje, wat je hebt gedaan? Nou, ik heb in het Minecraft-boekje gewerkt. Daar had ik een trap met genomen, waar ik niet zo goed mee was. Dan kun je ook vertellen wat je nog wilde leren. Ik wou zo graag leren voetballen. Oh, dat kunnen we hier niet leren, hè? Ja, weet je. Wat heb je opgeschreven wat je hier mee wilt leren? Nou, nog niks. Nee, weet je het niet meer? Volgens mij stond er bij jou op jouw trapje dat je wilde gaan leren om wat meer op je beurt te wachten. Ja, dat was waarom dat... Ja. Nou, dan kun je dan misschien nog wel in je rapportje schrijven dat je het met je papa en mama wilt bespreken. Okay. Ja? Oké. Emma, je hebt al een hele lijst zie ik. Wil jij iets vertellen wat je hebt opgeschreven? Ik heb bij emotie geleerd hoe een vrouw kijkt. Ik heb geleerd wat emoties zijn. Oké. Okay. En zijn er ook dingen die je nog wilt gaan leren hier? Waar wil je nog mee gaan leren, je te gaan werken? Sommige woorden. Ik weet er nog niet wat we betekenen. Oké. En nog veel meer. Oké. Roos, wat heb jij opgeschreven? De zeven gewoontes. Filosoferen. Kun je iets zeggen van die zeven gewoontes, wat dat is? Dat is een boek en dan leren we over wat we gaan, over wat je kan doen en dat je niet alles wat je denkt en zo. En kun je een van de zeven gewoontes noemen die je maar zegt, die vind ik heel fijn om mee te werken? Denk en win-win. Denk in win-win. Weet je nog wat dat betekent? Dat betekent als jij iets doet en dan krijgt een ander. Dus jij wilt iets doen en dat mag van die ander. En dan krijgt die ander weer wat jij wou. Ja, en kun je er zelf ook eens mee doen bij het leren? Ja. Oké. Okay. En kun je ook vertellen wat? Overleggen. En de ander die krijgt weer te horen wat jij van plan was. Oké, okay, heel goed. Dankjewel. En Misha, wil jij ook iets vertellen wat jij hebt opgeschreven? Nou, eigenlijk zijn we nu bezig met een dierentuin. En we bij de mindset en dan krijg je allemaal nieuwe dingen om te weten. En we hebben uitgezocht wat communicatie betekent. Ja. We hebben dat allemaal uitgezocht. En wat heb je daarbij geleerd? We hebben daar dus bij geleerd. Bij de mindset hadden we dan die nieuwe dingen dus bij geleerd. De dierentuin zijn we nou nog mee bezig en als we klaar zijn, dan moeten we...
zijn er nog dingen die je graag wilt leren hier? Ik denk nog een. Weet je nog wat je had opgeschreven in je mindset boekje wat je nog wilde leren? Ik dacht nog een machine. Een machine maken. Volgens mij had jij ook iets opgeschreven over dat je graag wilde gaan samenwerken en overleggen. Ja, dat heb ik ook opgeschreven. Ja. Want we doen altijd zo vaak overleggen. Ja, vind je dat moeilijk om te doen? Nee. Nee? Oké, nou hartstikke goed. Dankjewel. Zijn we gegrepen op een aantal kinderen die ze hebben verteld. En zo ga ik dus met alle kinderen van mijn groep de gesprekken straks in. En dan hoop ik dat ze zelf aan hun ouders een beetje kunnen vertellen van wat ze hier hebben geleerd.